Lex Schoenmaker, ja, vandaag het trieste bericht dat Wiel Curver is overleden op 87-jarige leeftijd. Uh, ben je ervan geschrokken? Nou, ik schrik niet zo erg meer hoor. Ik, ik schrok erger van Koemelijn. Ik bedoel, daar ben ik wel van geschrokken, omdat dat uh, ineens uh, kwam. Maar bij uh, Curver, ja, die heb ik dan nog de laatste keer gezien bij Feyenoord. Uh, was die 86 en uh, voor zijn 87e verjaardag. Dus ja, hij zag er nog heel goed uit. Maar ja, 87 is natuurlijk wel een leeftijd waarvan je vrede mee kan hebben. Hoe zou je hem altijd blijven herinneren? Ja, uh, als een, een bijzonder druk uh, baasje. Uh, die kwam bij in het eerste jaar dat we, zeg maar, in 72, 73, kwam die. En ja, het was, was natuurlijk uh, lastig uh, om met hem uh, te werken, vond ik. Omdat hij uit het zuiden des lands kwam? En in Rotterdam en ook in Den Haag was er gewoon een hele andere mentaliteit? Nee, dat niet, maar hij was wel veel eisend. En uh, ja, de meeste spelers hadden natuurlijk al redelijk veel successen behaald. Hè. Winnen van de Europa Cup, winnen van de Wereldbeker. Dus uh, verschillende kampioenschappen. Dus het was, uh, voor die jongens was het uh, wat moeilijker. Ik was eigenlijk. 71 uh, was vrij nieuw. Dus uh, voor mij was het. Uh, ja, eigenlijk. Uh, ja, ik stond er wel een beetje sceptisch tegenover. Omdat ja, hij ging voor het eerst mee naar, naar Frankrijk. Dus voordat zeg maar, de competitie was afgelopen met de trainer. En uh, hij ging mee en we hadden een toernooi daar. En toen uh, ja, was hij al heel nadrukkelijk aanwezig. Weet je wel. Alles wilde hij voor gaan doen met spelers en zo. Ons leren kappen draaien. En, uh, ja. Ja, het was een bijzonder uh, bedrijvig mannetje en uh, zeer zeer enthousiast. Uiteindelijk uh, hebben jullie wel veel succes gehaald dat jaar, kampioen geworden en de uefa Cup. Uiteindelijk uh, over twee wedstrijden vier tot een Motspur. Was dat toch zijn aandeel? Ja, de trainer heeft natuurlijk altijd een aandeel, want die stelt uh, de spelers op. Uh, en als ze dat niet deed, dan uh, werd er nog wel eens hier en daar uh, wat schamperig gedaan, natuurlijk uh, waarom die die wel opstelde en die niet. Kijk, uh, hij speelde thuis tegen Stuttgart en wilde hij met drie verdedigers gaan spelen. En toen kwam hij 1-0 achter. En ja, dat was natuurlijk levensgevaarlijk tegen VVB Stoedkort. En ja, dan heeft hij dat gelukkig in de rust heeft hij dat nog kunnen herstellen. Toen bracht hij mei in en, 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 en verdedigend weer op orde. En uiteindelijk winnen we die wedstrijd met 2-1. Kijk, het uh, was natuurlijk een bijzonder goede ploeg op dat moment. Alleen, ja, hij was uh, daarentegen uh, uh, zeer enthousiast. En uh, ja. Hij eh, gaf spelers toch eh, bijzonder veel vertrouwen. Kijk maar naar Rijsbergen, die eigenlijk eh, bijna nooit speelde bij Feyenoord, Die eigenlijk in dat jaar doorgebroken is. En daar tevens een WK eh, aan, uh, aan de overhield. Nou, Joop van Dalen in het centrum. Nou, iedereen kent dat. Ja, omdat Rinus die, die was uh, toch al uh, vaak geblesseerd. Dus, Joop kwam voor Rinus. Dus. Hij heeft toch het elftal een beetje wel naar zijn hand gezet en ook een paar plaatsen gewijzigd. En het absolute hoogtepunt, waarschijnlijk ook in jouw carrière, het winnen van, van de UEFA Cup. En toch met deze man. En, en toen had hij zijn naam gevestigd, hè? Jawel, toen had hij zijn naam gevestigd. En, uh, en we wonnen natuurlijk ook het kampioenschap van uh, Twente thuis. Dus uh, dat was daar nog even voor. Wat dat betreft had natuurlijk een uniek seizoen bij Feyenoord. Uh, en kampioen en die UEFA Cup. Uh, ja. In het jaar erop, ja, toen uh, zei hij van, joh, als ik, als, ik een, als ik een spits haal, terwijl ik dan in de spits voetbal, dan zei hij van, ja, als we naar spits halen, dan gaan we heel hoog hoog gooien voor de Europa Cup 1. Ja, dat is eigenlijk uh, werd dat een, uh, wel een misser van. Hem, want toen, ja, in dat jaar kwam Kreutz en die haalde hij dan van Sparta af. En toen werd het een tweestrijd tussen mij en Willy. Eigenlijk uh, wilden wij dat allebei niet, maar het kwam zo. En ja, later in dat jaar, dan in 1964, 65. Toen uh, we wel een aardige uh, start hadden, vooral in, 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 het, in het voorseizoen. Toen speelde ik nog regelmatig en daarna kwam Kroijts erin. En ja, toen ben ik zo'n beetje op de bank beland. En ja, dat vond ik wel jammer. Ik bedoel, uh, dat zijn ook dingen die je meegemaakt hebt met hem. Ik, ik, ik vond wel dat hij altijd heel, uh, heel nadrukkelijk aanwezig was. En ook uh, wel mensen af en toe tegen elkaar op wilde zetten. En dat vond ik een minder kwaliteit van hem. Maar voor de rest hebben we het allemaal uh, ja, redelijk really goed naar ons gehad, Want uh, ja, wat we wilden graag uh, doen op de training, dat gebeurde vaak. En uh, ja, dat, bij hem was al vaak uh, de partijen en, 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 zeg maar, en de positiespelletjes. En dan de, de oefeningen met bal, die waren natuurlijk voor ons uh, goed. Alleen minder leuk uh, vonden wij dan het uh, vele duurlopen wat we in het begin moesten doen. Maar ja, hij vond het belangrijk om daar de, de basis van, uh, voor neer te leggen voor het hele seizoen. De wielcurve methode, wereldwijd bekend, heeft hij eigenlijk geïntroduceerd. Uh, hoe, hoe zou je dat kunnen omschrijven, de wielcurve methode? Nou, hij heeft uh, in ieder geval heel goed opgelet bij, uh, bij Feyenoord. Hij heeft opgelet toen hij naar andere clubs ging. Uh, toen hij stopte eigenlijk bij Feyenoord, heeft uh, is die, is die hij volgens mij even niks gedaan. Toen is hij naar verschillende clubs gegaan uh, om te kijken. Nee, hij wilde natuurlijk al uh, kijken hoe Willy van der Kuylen bal afkapte. Hij heeft het van mij gezien hoe ik een bal afkapte en al die dingen heeft hij vertaald gewoon uh, in zijn hele visie over hoe het voetbal eruit moest gaan zien de komende 10, 15 jaar. En daar heeft hij een videootje van gemaakt. Uh, is hij met vier jongetjes van Westerkwartier begonnen. Uh, die liet hij dan iedere woensdag trainen bij ADO. En dan, uh, uh, of op Westerkwartier, dat kan ook hoor. Ja, en daar werd dan een videoopname van gemaakt en die ging hij bekijken en die besprak hij. En die gasten ja, die, die vonden het wel leuk, want het waren C1-spelertjes, 12, 14. En zo zijn hij begonnen met het wereldwijd uh, uh, succes krijgen van zijn uh, methode. Ja, Veel clubs hebben die methode overgenomen, hè? waaronder Manchester United. Kunnen we ook stellen dat in het hedendaagse voetbal nog steeds de hand van Will Curver te zien is? Ja, natuurlijk. Uh, uh, het moet wel ook in je zitten, natuurlijk. Hè? Als speler zijn. Ik bedoel, wij hebben het geleerd vanuit straat en uh, we hebben het. Zeg maar een beetje geperkt versioneerd op de trainingen van joh uh, lichaam goed inzetten kappen draaien nou en uh, En die en die en die methode is uh, door iedereen uh, overgenomen die die hebben zich daarin uh, verdiept En die kijk, het belangrijkste is dat je het zelf voor kan doen heb je, heb je het idee dat ook nog veel grote trainers inderdaad nog steeds uh, het kap en draaien op training ja, ja, van hem Kijk uh, Ricardo Moniz heeft bij Feyenoord dat uh, zelden uh, gedaan en uh, nu dan die, die, uh, die, uh, die uh, jongen bij uh, Man, Man, Man United. Nou, ja, die, die hebben het gewoon uh, uh, ja, bewust. Hebben die daarvoor gekozen. Chris Consoors is daar zich helemaal op gaan uh, toeleggen. Is met Adriaanse ermee gaan. Die was specifiek dan de, zeg maar de. De curve methode liet hij dan zien. Ja, het is eigenlijk meer een specifieke. Uh, ja, hoe noemen die oefeningen? Het zijn hele specifieke oefeningen, ja, techniek training eigenlijk. Wij noemen dat gewoon techniek maar zijn ze specifiek van linkskappen, rechtskappen. Ja. En dan heb je dan vijf, zes, zeven hele goede uh, kapstokjes voor. En als je zelf voor kan doen, ja, dan is het natuurlijk voor die spelers uh, belangrijk. En dan moeten ze het ook een keer goed uitvoeren in de wedstrijd. Want kijk, het is een onderdeel van veel meer dingen in de wedstrijd. Maar als je de bal beheerst, dan beheers je al vaak. Uh, uh, het voetbal. En daarnaast moet je natuurlijk ook inzicht en overzicht hebben. Ja, dan met voetbal. dan kwam natuurlijk nog het karakter logisch. Uh, dus uh, ja, het is een onderdeel. En het is ook een heel goed onderdeel. En dan heeft dat gewoon. is daar, ik denk, dik miljonair mee geworden. Hij, heeft, uh, hij is een van de twaalf Nederlanders die ooit een Europacup heeft gewonnen. Heeft hij in jouw ogen wel de waardering ooit gekregen. die andere grote trainers in Nederland wel hebben gehad? Nee, ik denk het niet. Ik denk uh, dat uh, de meesten wel een beetje. Uh, Huiverag en Lachgerag overdeden dat hij die Wevercup won. Als je dan nog die wedstrijden eens een keer terugviel, hebben we ook hier en daar wel wat geluk gehad hoor. Want uh, ik weet nog goed dat we in Polen met McQuardia 1-0 achterkwamen. En ik viel in en ik mocht een strafschot nemen. En die, dat was de enige in de Europa Cup die ik miste. En uh, oh, ja, ik dan wel mee heel slecht. En toen hadden we maar 1-0 uh, marge. Hè? Dus uh, bij, uh, bij 2-0 waren we eruit. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja. zijn we ook een beetje, hebben we een beetje gezwijnd. Maar uh, er was niks meer als lof voor. Want uh, ik vind, als trainer hebben we natuurlijk ook uh, een goede groep ter beschikking. Nou, dat had hij. Uh, ze wilden ook heel erg graag. Want het was voor de eerste keer dat de Nederlandse club die Wever Cup kon pakken. Hè? Dus Feyenoord was ook de eerste met de oren, de Wereldbeker. En ook was de eerste met die Wever Cup. Dus. Dat betreft uh, ja, niks meer dan lof. En, uh, ja, ik vind het heel spijtig, ik bedoel, het is een hele mooie leeftijd. Uh, hij was altijd wel specifiek met mij bezig, dat hij zei van Joh, als, je, als je nou uh, dit doet en daarop let en, 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 en beter gaat lopen, of dan word je nog een betere en een grotere spits. Ja, ik zeg, ik, ik heb al alles bereikt wat ik bereiken wilde, ik wil natuurlijk uh, internationaal. Uh, ja, dat was altijd het dispuut met hem, weet je wel. Ook als ik hem, of nou in um, Tilburg tegenkwam, een of zo, altijd kwam hij even naar je toe en dan zei hij van, oh, non de Tjulex, als je dit of dat, weet je Ik zei ja, maar ik ben nu zelf trainer al zo lange tijd. Dus uh, ja, nou ja goed, ik wens zijn familie en, 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 en zijn zoon en, en zijn vrouw veel sterkte, want uh, ja, het blijft toch een verlies.